Hallo, is dit ding aan? Hallo? Ja, Wat? volgens mij Knock wel. knock. Right. Toe aan Ja, toe. one two, Oh, one two, one two, one two. Jongens, speciale episode Monocast. ja. Ja, Heel want speciaal. Waarom? Jetster is jarig. Celebrate Hey. Oké, gelukkig Ah, hebben we genoeg. Dit thanks. gaat naar zijn hoofd stijgen. Hier gaan we heel lang last van hebben van deze shit. Maar chat, Hij bro. Gefeliciteerd, jongen. zit nu op een leeftijd dat hij eindelijk pubic hair krijgt. Ja, man. Lang gewacht, maar het is eindelijk zover. Twee, toch? Twee. Twee. Too much Laat ze, info, man. doe voorzichtig met ze. Wel gelijk Niet grijs, gek. dat je het zo duurt. Blijf van die Ja. L'Oreal af. Die L'Oreal hoort op je hoofd, hè? Niet daarbeneden. Echt waar. Nou, lekker man. Maar goed, we zijn er dus allemaal weer. De chatster dus. Hey yo, what's up? Jaartje ouwe weer. Ja man, lekker bezig man. Rex is er ook weer bij. Yo. En uiteraard drie modus weer. Audi, geen jaartje ouder, maar 45 levels groot. Jezus Christus man. Wat Echt een hoor. oude Helaas een beetje lul. een gehavend team vandaag. Geen Vlieman, geen Vlamman en geen Walt de Goat. Dus ja, Ja, man, hard gemis. sowieso inderdaad, we moeten er even mee doen. Ja, Maar man, goed, ja, man. in their spirits gaan we Maar beginnen met de dat loot-ronde. waren wel de twee die de contenders zijn, hè, tegenover elkaar. Met de Ja, loot-rondes. Hey, come ik on. denk dat En de die loot-ronde missen heel we nu snel gewoon. over zal zijn vandaag. Dat Dus weet wij ik zeker. skippen nu de loot-ronde, jongens. N Nee, we gaan hem niemand heeft sowieso wel loot. doen. Nee. Chadster heeft birthday Ik heb loot. wel. Chadster heeft Oh, motherfucking birthday loot. Dus kom maar op, ik jongen. heb Oh ja, klopt. Ja. één birthday loot, maar niet. Maar de rest is. De rest is één order geweest. En daar zit ook best wel een verhaal aan vast. So, are you ready? Storytime. Storytime. Ja, Birthday storytime. storytime loot Yes. shizzle. Yes. Oké, ik begin eerst met wat ik vandaag op werk heb gekregen. Best wel awesome. Best wel heel erg awesome. Dus, nou ja. Hey! Shit. Wauw. In Rocket, jongen. Ja, man. Gewoon Nokkie, gewoon. Een Lilo. Ja, maar echt master, echt master. Dus leuk cadeautje op werk gehad. Oké, storytime man. Dus boys en girls, ik was op Instagram aan het pielen. Beetje foto's van Sebas disliken en zo. Dat zeg jij nou wel, Nieuwe maar ik hobby. weet dat je me hebt geframed. Omdat jij bent er zo weg van. Je hebt hem gewoon geframed, dat weet ik zeker. 100%. Hoe heet dat kotsen door die foto's van hem. Maar oké, dus op een gegeven moment komt er een reclame van Uniqlo. So, Hey. still. Dus dan weet je wat voor tijd het is. Boys, let's go. Hoi. Ik ben een beetje hem gegaan. Doet hij anders En nooit. T-shirt van Dragon Ball Z. Wie is dat? Frieza. Dus Frieza. nee, dat is Oh nee, Cell. dat is Beerus. Nee, Boo. Frieza, jongens, don't test me. Wie is dat? Oh, ja, Jirobi. Dat is T-shirt 1. En dan hebben we T-shirt 2. Attack on Titan. Oh, no way. Ah, dat is mijn Ja, Goku, man. man. Master. Nou, lekker man. T-shirt 3. Oh, Majin Buu. Ah. Majin Buu en Kid Buu. T-shirt 4. Pikmin. Vet man. Hey, Pikmin. Naruto. Bijna goed, jongens, bijna goed. Je gaat er wel eentje nadenken, denk ik. De volgende. Oh T-shirt nee. nummer, welke, Ik Rex? zag het al. Ik zag het al. Welke nummer zijn we nu, Rex? Even kijken hoor. Kom God. op, Nee. man. Keep up, man. Nee, sorry. Vijf, Ik denk. Rex, vijf. 5? Oké. Ja. Sackboy! Sackboy voor Walt. Speciaal voor Walt. Naruto. Die gaat naar Walt. Ga verder. Nummer 6.
Attack on Titan. Oh, Death Note. Death Note. Death Note. Death Note. L in die stoel. Hammo, boys. Hammo met God, want jullie zijn. Nummer? Welke nummer? Rex? 8. Nee, 7, man. Oh, sorry. Ik kan niet tellen, dat wist je toch? Ja, maar nu weet ik het ook niet meer. Saar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 7, man, 7. Heel jammer. 7. Oké, ja, we gaan niet meer tellen, is goed. Ja, dankjewel. Ah, Attack on Saiyans. Attack on Saiyans. Hij is master, jongen. Volgende. Jezus, man. Ja, man. Dude, heb je heel die comic af laten drukken of zo? Oh, ook Attack on Titan. Attack on Titan ook. Ja, eigenlijk moet ik ze gewoon uitpakken, maar ik laat het zo zien, anders wordt het echt een mes. Boe. Boe. Deze moet jij weten. Oh, van Bleach. Ja, lekker. Man. Ah, detergent. Ja. Mooi, ja. Blauw. Favoriet. Jouw favoriet al? Nice. Oh, deze had ik wel geopend. Ja, wat is dit nou? Die dan wel. Oké, we... Attack on Titan, ja. Attack on Titan. Kijk, deze vind ik de vetste van allemaal die je laat ja? zien. Ja? Nee, man. Ik zweer het je. Weet je, ik hou niet van grote dingen. Kijk, de mijne wordt gewoon Mario, maar die van hem is ik helemaal... Ik hou niet van grote dingen. Hashtag ja, maar deze is niet groot. 20, dit is niet 20. Groot. Die van hem zijn hele grote vlakken met hele comic... dingen. En ja, hij staat ook gewoon op. Ja, kijk, deze is niet groot, maar die van hem is wel groot. Deze is niet groot. Dat is gewoon distortion van het beeld. Ja. Sorry, weer groot. Sorry. Hij, dragon. Grote dragon, jongen. Dragon. Rex, deze is voor jou. Weet je het Castlevania? Ja, Helsing. Nee. Helsing. Wat? Helsing. Helsing. Oh. Ja, dat is een beetje slecht te zien. Je moet hem even uit... Oh, dit is een Bleach. Ja, ik zie hem. Pak het gewoon uit, man. Ja. Ja, ga passen, gewoon. Ja, ik zag hem. Mooi, man. Heavy show. Ja, yeah, live mode show. Dit is ook voor jou. Oeh, ja. Right, Bleach. Dat weet ik eigenlijk niet allemaal staat. Ik dacht eigenlijk toen, luister, toen... Oh ja, ja, toen ging ik... toen had ik die order gekregen. Dus nu is het tijd voor storytime. Dus ik had die order gekregen en tot mijn verbazing had ik een t-shirt dubbel besteld. Okay, dat was, dan kwam ik pas achter ook in de winkel. Want kijk, ik had één t-shirt niet verzonnen gekregen. Die zat er gewoon niet bij. We waren ze gewoon vergeten of zo. Dus ik ging terug naar de winkel. Ik zeg, ja, ze hebben volgens mij 2 t-shirts van deze gedaan in plaats van die ene te sturen. Dus, oh ja, geen probleem, ruil maar om. Oké. Okay. En toen zei mijn vriendin van, maar volgens mij... Zag ik gewoon 2 keer die t-shirt in je mandje staan. Hè? Dus je moet gewoon eigenlijk gewoon geld terugkrijgen nog. Ik zeg, wat? Yeah. Dus ik weer kijken. Ik zeg, verdomd joh, ze hebben gewoon gelijk. Echt dom hè, gewoon niet doorhebben. Dus ik weer terug. Dus toen zei ze, nee, ik moet via hier een e-mail, moet via de site. Oh. Fucking irritant. Dus dat is ook echt een bitch, want dan moet je weer een formulier invullen. Moet met de pen. Moet je foto's maken van die shit waar het binnen is gekomen. Ja, bij mij ook. Oké, oké. Dit is die blurry dude. Is die blurry mess. Die Uniqlo hackers die zijn echt van... Ja, is niet waar. Ja, lul. Ben ik er weer? Ja, je bent er weer. Ja, nu wel. Het was het laatste wat we hoorden was van... Nee, je moet via de site of via de mail. Ja, via de mail. En dan moest ik... een foto maken van de zak waar die binnen is gekomen, dat er niet mee getemperd is. Je moet een formulier moet je uitprinten, met de hand invullen en dan inscannen en dan... Hey, bullshit en echt hoofdpijn. Maar fuck jullie, dat doe ik dan gewoon. Dus dat is nog gaande. Maar toen ik in de winkel was en om die t-shirt om te ruilen, toen zag ik meer. Oh nee. Ja, entrapment. Pokémon. Yes, heel goed, Rex. Pokémon. Oké. Okay. Ja, ik moest even goed kijken. Volgende. Oh, vet. Nice. Ja, man. Leuk een advertentie. Ja. En deze. Cool. Ja, leuk, man. Weet je, dat vind ik nou een leuke shirt.
Dank je, eindelijk. Geen hele comics erop en zo. Duurde even. Deze is voor Kai, heb ik van Kai gehaald. Is een stormtrooper. Die zit met zijn helm ernaast op de bank. Oh ja, die heb ik gezien. Ja. Fucking loud. En deze heb ik voor mijn oudste gehaald, Nolan. Amazing Friends. Op de bank zit ze te gamen, Venom en Spider-Man. Ja, dat is niet canon, dat is dit. dit is een teaser. Marvel's gone off the deep end. Nou, boys. Nou, dat was mijn loot. Dan gaan we niet toppen, denk ik. Ik heb sowieso geen moed. Dus, en dat is chat. Hoeveel shirts waren dat nou? In totaal heb ik 16 shirts voor mezelf en 2 dan voor de kid. Maak er maar een grapje hoor, met die 20. En er komt er nog eentje aan. Als ze die ene nog gaan sturen... Dat gaan ze niet doen. Waarschijnlijk komen ze 12 shirts ophalen van... Nee, je hebt geen recht meer op. Ja. Hier heb je 7,50 terug, man. Ja, precies. Ja. Lekker, man. Oké, goed. Nou, Rick, je had niks volgens mij. Nada. Nou, Rex, al hopen ze aan jou. Nou, ik heb 1 ding. Hey. En daarom moet ik even die dinsdag vrij nemen, zeg maar. Nee. Oh ja. Yeah. Lees dat zegje. Japanse trui. Ja. Sick. Dat is een leuk ding, man. Maar je kan ook dus alle dingen een beetje customizen. Want je kan dingen heel makkelijk eruit halen. Ja. En dan heb je allemaal van die vakjes waar je ze dan gewoon in kan slotten. Dus dan kan je hem een beetje veranderen. Een beetje eigen maken, zeg maar. Hé, hey, en de uitbreidingsset is Hayabusa erbij? De Ninja Gaiden? Nou, wat een nice feest. Dat zou makkelijk zijn, man. Dat zou makkelijk zijn. Nou ja, dus die set heb ik even de afgelopen 2 weken in elkaar lopen zetten. Goed bezig. En, ja, was een goed prijs ook, moet ik zeggen. Dus via Lego zelf, maar een andere verkoper. Ja. Dus daar ben je heel blij mee. Lekker, man. Lekker. Ja, ziet er scherp uit. Zeker. En dat was mijn loot. Lekker. Goed. Nou, ik heb eigenlijk ook niet zoveel. Ik heb maar 1 dingetje. En dat is... hij was in de discount en ik had hem nog niet. Dus ja. Bruh. Ja. Ja, hij is 30, hè? Daarom. Ik had hem toen ook een... deze aanbieding komt best wel vaak. Het is best wel goeie. Echt een goeie. En ik had zoiets van, nou ja, weet je, ik zie hem nu even bijkomen. En ik had hem op hand nog niet. Dus hij is gewoon... Hij is master. Ik heb duurzame NES-controllers ook even naast gelegd. En ze zijn echt... Dus dat was super tof. Dus, maar je moet hem aan de Switch moeten zetten. Dat ziet er lomp uit, jongen. Dat ziet er heel erg lomp uit. Dus op zich, de batterijduur van deze dingen is wel best onwijs goed. Weet je, dus zo vaak hoeft het niet. Maar het vreemde is, als je de OLED-Switch hebt, dan past die, schijnt hij niet in de dokter passen op het moment dat je de dingen er al mee hebt zitten. Oh, dus dat serieus? Ja, dat had ik gelezen online inderdaad. Dus, dat hij wat? Nog 1 keer? Als je een OLED-switch hebt en je zet die aan de zijkant, dan schijnt hij niet in die dock te passen. Ah, oh, oké. Okay. Ja, moet ik even proberen? Nee, niet proberen, want dat past niet. Wat zeg ik nou net? Dus daarom moet ik proberen. Challenge accepted. Challenge accepted. Ik heb hem opgesloopt. Om een switch te lopen. Waarom heeft hij nog met dit gezegd? Challenge accepted. Jongens, volgende week storytime. Ja. Hier, ik heb weer een nieuwe Switch. Nieuwe Switch, waarom? Ja, ik heb die shit getest. Fokt op. Ongekend deze man. Yeah. Alright, oké. Volgende segment. What are we playing? En dan begin ik ermee. Ik ben verder gegaan met Fallen Order. Star Wars. Met Fallen Order? Ja, man, die eerste. Die heb ik nooit helemaal uitgespeeld. Dus ik ben er gewoon... Nee, ja, yes way. Gewoon niet aan toekomen. En nou, ik vind hem wel tof. Weet je, hij is prima. En de vergelijking met Dark Souls is natuurlijk heel snel gemaakt. Ik vind hem... Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Want ik vind de story en dergelijke, dat vind ik wel tof. Maar die... de mix van de story met soort van de exploration die je hebt vanuit Dark Souls, voor mijn gevoel vibe dat niet. In de zin van, de story doet je pushen naar de story. Terwijl het mooie van Dark Souls is natuurlijk gewoon van... Oké, ze hebben story in, maar een beetje lore en dat soort dingen. Maar voor de rest moet je het helemaal zelf uitzoeken. Dus dan vind ik dat met Dark Souls dat die formule beter tot z'n recht komt. Omdat je, weet je met Fallen Order is van... Oké, ik wil de story verder hebben, dus ik ga prioriteit geven aan de main missions. En dan vind ik de side content eigenlijk wat minder relevant. Omdat je echt gedreven wordt. En bij Dark Souls is dat gewoon niet zo. En dat...
Ja, dat vind ik in ieder geval daar een beetje van. Weet je, het is, ik wil niet zeggen dat het slecht is, want dat is het zeker niet. Zeker een vermakelijke game. Alleen, door de approach die ze gedaan hebben, ja, weet ik het niet zozeer. Dan heb ik liever ook aan Dark Souls als ik zo'n soort game zoek. Zeg maar. Ja, maar voor mij is het. Ja, maar het Jedi Fallen Order is ook niet echt een Souls game. Het heeft elementen van Souls game. Ja, ja, precies. Maar je legt de link al heel snel daarmee. Daardoor. Dat klopt. Ja. 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 Dus dat. Maar dat ik vind die game nog steeds vet, man. Nee, ik vind hem ook zeker wel tof, hoor. Ja. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind hem zeker wel leuk, inderdaad. Alleen, ik ben er gewoon lekker doorheen aan het gaan op dit moment. En dat is prima. Goed, man. Je hebt niet zo heel veel tijd, dus ik heb niet zo heel erg veel gespeeld verder, los van die game. Dus dat was eigenlijk een beetje. Ja, ik vind hem echt super tof. En ik ben heel benieuwd waar het heen gaat qua story en dergelijke. En, Ja, ik heb die game al 3 keer uitgespeeld en ik kan hem nog steeds spelen. Dat was de vorige keer, want toen die game uitkwam, toen zei ik nog van, als die game voor de Game Awards was gekomen, dan was die game voor mij Game of the Year geweest. Ja. Omdat, wat ik ook zeg, van als je een game speelt en je wilt er gewoon weer naartoe gaan, hij speelt lekker, en nou, in dit geval, de story is ook best wel goed, dan vind ik het echt wel Game of the Year waardig. En dat vond ik dus van die. Maar hij kwam dus later, hij kwam te laat voor de Game Awards, vind ik. Maar voor mij was het toch wel een beetje de Game of the Year. Best wel verrassend ook, want omdat juist in die tijd EA, hè, en alles moest first person, alles moest microtransaction. En zij hadden die statement van, ja, mensen willen geen single player games meer kopen. Ja, nou, klopt. Boom. En ja, die gasten mochten natuurlijk gewoon een beetje zelf weten wat ze deden. Wat ze doen. Ook weer? Ja, Respawn. Respawn, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, sowieso een hele goede studio, hoor, moet ik zeggen. En ik vind het jammer dat Jedi Survivor nog wel wat issues heeft, zeg maar. Want in de core is het gewoon een hele goede game, maar de issues die er nog in zitten, met name de PC-versie, is echt atrocious. En de console-versies hebben ook nog wel zat op een aanmerking, dus dat is wel erg jammer. Dat is nog steeds niet gefixt. Dus, maar goed, ik heb nog even de tijd, want ik ga eerst van Noorden verder spelen, dan zie ik daarna Jedi Survivor wel een keer. Ja. Dus ik hoop dat ze het fixen in de tussentijd. Maar had die Fallen Order ook van dat soort problemen op het begin, of niet? Weet niet. Ik weet wel dat ik in ieder geval al een issue heb gehad in de game, dat er wat gekke dingen gebeurden. Maar echt bugs door, volgens mij was ik door de grond gevallen of zoiets eigenlijk, weet je. Nou, ja. Dat kan al een keer gebeuren. Maar dat eigenlijk. Ik had zelf niet echt wat game-breaking bugs meegemaakt met die game, toen ik het op het begin speelde. Je ziet ook af en toe gewoon wat glitches, dat is het eigenlijk meer. Weet je, er gebeurt een keer iets en dan, nou ja, oké, prima. Maar het is niet zodanig distracting dat ik gewoon uren gameplay kwijt ben of zoiets eigenlijk. Dus dat. Het was geen Assassin's Creed tafereel. Geen Assassin's Creed Unity. Nee. Dus dat. Maar goed, dat was het voor mij. Dus neem ik het gelijk daarover, want ik heb niet zoveel tijd om te gamen. Maar nu heb ik heel eventjes tijd om te gamen, dus dan speel ik Jedi Survivor. Daar ben ik dus wel. Want die moet ik echt wel uitspelen, want ik wil de Final Fantasy 16 spelen. En shitload aan games wat ik heb om te gaan spelen. Maar ik was al begonnen met Jedi Survivor. En ja, ik hou van mijn Star Wars shit. Dus ik ben daarmee bezig en ik vind hem nog steeds vet. Wat ik wel, en het is, Sebastian weet wel wat je een beetje kan bij Survivor, toch? Je weet wel een beetje. Je hebt natuurlijk standaard je normale lightsaber, je hebt je double lightsaber en daar komen wel wat dingetjes bij. Ja. Je weet wel wat het ongeveer is, toch? Lijkt mij. Nee, ik ben een beetje blank erin gehouden. Ik heb een technical review gezien van Digital Foundry daarover en dat was het een beetje. En ik heb expres, omdat ik weet dat ik Fallen Order nog wel zou gaan spelen, heb ik me expres een beetje gedistanceerd daarvan. Ik kon puur die graphics en dergelijke zien, hoe die performden, en dat was het eigenlijk. Ja. Nou ja, de game ziet er sowieso echt wel goed uit. Hij is niet open world, maar je hebt wel open areas. Mm-hmm. En ik moet zeggen, ik ben echt een traditionalist, of om het zo maar te zeggen. Misschien verzin ik dat woord, I don't care. Maar als ik zeg maar met een Jedi speel. Als ik met een Jedi speel, dan is gewoon puur de lightsaber. Is 1 minuut, kom zo. Ja, dat is genoeg voor mij. En met Survivor krijg je
verschillende soorten wapens. Ik zal niet vertellen wat voor Sebastian. Dat mag je helemaal zelf invullen. Ja, heel graag, dankjewel. Mm-hmm. Precies hetzelfde ook van als je de game hebt, dan vul je zelf in wat jouw stijl is, wat jij het lekkerste vindt spelen. Ik vind persoonlijk gewoon mijn lightsaber en mijn double lightsaber vind ik heerlijk om te spelen. De rest kan me niet zoveel schelen. Ik heb het geprobeerd, maar het is gewoon net niet voor mij. Geef mij maar gewoon de normale stijl, Jedi-stijl. En nieuwe force abilities en zo. Dus hartstikke leuk. Maar verder, ja, hij speelt gewoon lekker. Ziet er goed uit. En tot nu toe vind ik de story ook gewoon aardig. Dus daar ben ik dus nu, probeer ik wat tijd in te steken. En daarna, dan hoop ik Final Fantasy 16 even goed te gaan spelen. Ja. En in de tussentijd, dan ben ik met mijn zoontje Luigi's Mansion aan het spelen. Want die gozer, ik heb toen tegen hem gezegd van gast, jij gaat pas Luigi's Mansion spelen als jij een beetje Mario weet te spelen. Gewoon op een normale manier. En een beetje begrijpt wat je doet. Dus hij kan nu wel gewoon Mario spelen. En toen ging hij Mario Odyssey spelen. En toen dacht van, nou oké, ik ga er even bij zitten, een beetje uitleggen. Maar hij kon heel veel dingen. En toen legde ik hem een beetje uit. En nu kan hij dus gewoon Mario Odyssey spelen. Hij heeft er twee basisverslagen alleen. Van, nou oké, prima, weet je wel. En nu heb ik een systeempje samen met mijn vrouw, hè, als een soort van beloningssysteem. En einde van de week, als hij dat heeft gehaald, dan mag hij dus zijn beloning kiezen. En dit keer had hij dus gekozen voor samen met papa Luigi's Mansion spelen. Nou, weet je, als hij dat kiest, dan gaan we dat ook gewoon doen. En dan ga ik hem leren hoe dat moet. Nou, hij was masterlijk. Hij was echt masterlijk. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht zo, oké. Maar moet ik ook bij zeggen, hij kijkt ook heel veel van dat soort filmpjes. Hij vraagt, papa, mag ik Luigi's Mansion kijken op YouTube? Ja joh, ga je gang, prima. En hij kijkt Luigi's Mansion. Dus hij wist wel een beetje hoe hij dingetjes moest doen. Hij moet alleen weten van hoe de controls gingen. Ja. Maar dat gaat wel goed. Dus dat ben ik eigenlijk met hem aan het spelen. En het is ook wel eigenlijk best wel leuk, want die game heb ik nog niet uitgespeeld zelf. Dus misschien kan ik hem samen met hem uitspelen. En dan kan ik ook een beetje gamen, weet je wel. Dus eigenlijk meer dat gedaan. En de rest van de week was vrij druk voor mij. Dus, yeah, that's it. Goed bezig. Oké. Ja, nou, op mijn veld is het eigenlijk alleen maar twee dingen. Diablo 4 en heel langzaam Street Fighter 6 proberen uit te spelen nog steeds. In story mode. Ja, maar het is, ja, ik moet me er wel een beetje doorheen trekken, hoor. Want het verhaal is echt heel oninteressant, moet ik zeggen. Je verwacht het niet. Nou, ja, een beetje het begin is het nog wel, het begint goed, zeg maar naarmate het doorgaat, wordt het gewoon steeds een beetje, een soort van saaier bijna. Maar ook gewoon de manier waarop ze het verhaal een beetje proberen voor te zetten, is ook vaak gewoon via die soort van WhatsApp-berichtjes die je krijgt. Ja. Zeg van ja, dit is gebeurd er, en dan moet je nu even naar een ander gebied, of dan moet je nu hierheen om dit te doen. En het voelt gewoon nog niet helemaal alsof ze doorhebben hoe ze dit goed kunnen doen. Of het budget was er gewoon niet, dat kan ook. Hey, ja. maar dat wat jij zegt met die sms-berichtjes, dat is iets in games wat ik echt heel irritant vind. Of het nou een fighting game is of een RPG, dat je een gadget hebt, dat je op je mobiel moet gaan kijken voor berichtjes om daar en daar en daar en daarheen te gaan. Dat hadden ze bij het Cyberpunk ook. En ik vind dat zo stom. Helemaal gewoon normaal, weet je. Ja, het voelt zo goedkoop inderdaad. Ja, precies. Dus. Ja, dat is een beetje jammer inderdaad. Ja. Maar ja, voor de rest, het speelt dan wel weer echt fantastisch. Nog steeds gewoon met al die moves kun je lekker combineren, die vechtstijl. Gewoon je uitrusting een beetje uitbreiden of enhancen, bedoel ik. Ja. Dus dat. Niet heel veel online nog gespeeld meer. Want 9 van de 10 keer zit ik eigenlijk nog wel de Diablo 4 nog steeds te doen. Dat blijven we maar vasthouden. Gewoon al die, ik heb nu voor elke klas een karakter gemaakt. En de laagste is nu level 26 en de hoogste level 60. Dus dat, ja, dus elke keer weer even, dan pak ik die avond pak ik weer even die klasse, die andere avond dan weer even die. Of dezelfde avond nog een keertje switchen tussen een paar. Dus het is, dus die variatie zit er gewoon lekker in. Je kan altijd, het is wel soms moeilijk om, zeg maar, als je heel lang met een beeld bezig bent, dan heb je karakter echt helemaal daarop ingesteld met gear en alles. Dus als je dan een beetje die ingeving krijgt van, joh, ik wil best wel eigenlijk wat anders even proberen, dan gaat dat niet zo makkelijk. Dus dat is ergens ook wel een beetje jammer, maar
Daarentegen denk ik, ja, dan zie ik mezelf ook nog wel weer even een nieuw karakter maken om die klasse weer totaal anders te beginnen. En kijken hoe dat loopt. Hm. Dus in dat opzicht denk ik dat die game me nog wel heel lang bezig gaat houden. Ik denk het wel, ja, toch? En had ik eigenlijk ook niet verwacht. Want ik had het een beetje naast me neergelegd, die game voorlopig. Een tijdje terug, maar toen had een vriend van hem gekocht en toen hadden we hem even samen gedaan. Toen dacht ik, ja, dit was toch wel leuker dan ik dacht uiteindelijk. Dus dat is wel altijd leuk als je even zo'n game tegenkomt waarvan je zegt, oh ja, dit is toch wel wat. Ja. Ja, ik moet hem nog kopen. Dus, ja. Hij komt binnenkort in de sale. Hij gaat volgende maand gaat hij in de aanbieding. Wat? Wat? Hij gaat ik heb geen idee dat nee, volgende maand. In september maand. Gaat hij in de sale. Ja. Dus, en daar gaat hij dus in. Oké, mooi. Want dat is namelijk mijn geboortemaand. Kijk. Dus dat, Kijk. Weer een birthday. Weer een sealed game in de kast. Oké, ja, precies. Ja. Ik wilde vragen wat chat heeft gespeeld, maar... Die is even druk bezig. Ik was één ding vergeten. Ik heb Double Dragon gespeeld. Oh, die Gaiden. Die is echt tof, man. Oké. Ik heb hem dan op de PC, hè, want ik krijg hem nog thuis gestuurd, physical. Ja. Maar, Double Dragon, deze is echt tof. De muziek is awesome. Want ze hebben echt de muziek van de old school Double Dragon arranged. En mooie tributes. En hij speelt echt lekker. Je kickt ass. Ja, maar dat is echt heel tof. Toch ook, als je nou Double Dragons hebt, ben je niet... Ja, van... maar soms... Nee, maar kijk, hiervoor zijn er ook Double Dragons uitgekozen. En die waren weer... Dat was hit and miss. Weet je wel? Ja, dat is waar. Ja. Maar die Double Dragon Neon, die was volgens mij wel nog wel weer goed. Die heb ik nog niet gespeeld zelfs. Die schijnt wel goed te zijn. Nee. Maar dat is volgens mij meer precies, een remake van de eerste, wat ik een beetje heb begrepen. Ja. Maar ik heb daar wat dingen van voorbij zien komen. En volgens mij was dat positief. Ja, nou, die moet ik dus nog spelen. Maar deze is echt heel gaaf. Okay. En ik snap ook echt wel dat mensen denken van, oké, weet je, Double Dragon, nieuwe Double Dragon. Van, nou, weet je, wat voor stijl is dit? Dat, weet je, dat pixelated. Maar, ik hou hiervan. Ik vind het echt heel tof. Weet je, ze moeten zich niet blind staren op die graphics. Speel die game gewoon. Ja, gewoon echt tof. Dat is het belangrijkste inderdaad daarin. Ja. Alright, oké. Okay. Nou, als je chat er nog niet is, dan gaan we even verder. Dan is het inderdaad. Ja, ja. Nou, we hebben een beetje niet heel erg veel onderwerpen op dit moment erop staan. Een van de dingen die ik nog wel wilde even zeggen is, nou ja goed, Baldur's Gate 3 is natuurlijk uitgekomen en heeft een bepaalde standaard gezet, maar ik heb zelf nog geen ervaring met Baldur's Gate 3. En eigenlijk niemand van ons, dus dat is, ja, weet je, dan gaan we praten over iets waar we eigenlijk niet over mee kunnen praten, dus vandaar dat we dat even skippen. Maar we hadden het in de pre-show, hadden we het even kort over om even een beetje vluchtig door het jaar heen te gaan. Van, hè, we zitten nu inmiddels al 2 maanden in de tweede helft van 2023. En dan gaat het met name over de game releases die we hebben gehad tot nu toe eigenlijk in 2023. Ja, die ons een beetje bij zijn gebleven. Misschien is het wel even een ideetje als we gewoon even doorgaan per maand. Ik heb even een lijst opgezocht dat we gewoon in januari kunnen we zeggen van ja, dit is er een beetje uitgekomen en wat hebben we daarvan gedaan? En in principe weten we natuurlijk ook al een beetje wat we gespeeld hebben met z'n allen. Ik zal in januari even een aantal doornemen. Ik sla er ook een paar over. Er zitten ook een paar kleine releases bij waarvan ik denk van nou goed, dat is niet heel erg veel geweest. Maar de grootste releases die er zijn geweest, dat is Fire Emblem Engage voor de Switch. Ja. We hebben Forspoken gehad. We hebben Hi-Fi Rush hebben we gehad. We hebben Mega Warrior 5 gehad. Dead Space Remake hebben we gehad. En de Definitive Edition van Age of Empires 2. Daarnaast hebben we remakes gehad. Die wil ik nu eventjes niet behandelen. Want dat is Persona 4 Golden, Persona 3 Portable. Dragon Ball Z Kakarot, die dan uit is gebracht voor de next generation consoles en dergelijke. Fire Emblem Engage is volgens mij, want ik heb hem zelf gekocht. Maar die staat hier ergens achter me. Zeg dat goed? Ja, die staat daar links bovenin. Maar wij hebben hem volgens mij wel gespeeld. Ja. Ik heb hem gespeeld en ik was echt toen... Maar ik was sowieso al hype voor die game, hè? Toen ik uitkwam, want het was Fire Emblem. En ik hou van de battles. Ik hou daarvan, van de tactics. En deze game...
het doet het gewoon heel goed. Het is echt een hele toffe game. Als je van de battlesysteem houdt, moet deze gewoon in je collectie zitten. En ook al hou ik niet van, is het alleen maar voor de dosis vet, voor de special edition. Ja, dat sowieso. Ja. Maar Rick, vond je hem leuker dan Three Houses? Nou, ik zal je vertellen, Three Houses, die heb ik nog niet eens uitgespeeld. Maar dat komt dus, ten eerste, Fire Emblem, dat traditionele van Fire Emblem, daar hou ik juist van. En de Three Houses, het was voor mij, ik denk dat het meer, Three Houses, de gameplay was gewoon solid, hè, van Three Houses, laten we dat voorop stellen. Alleen, wat mij een beetje tegenhield om weer terug te gaan, is dat schoolsysteem. Weet je, dat ik naar school moet gaan, dat ik een lectures en dat soort dingen. En het voelde voor mij net zoiets als Zelda Majora's Mask. Weet je, dat ik limited time had om bepaalde dingen te doen. En dan moet ik weer terug in de tijd, weet je, wat ik met Zelda had. En dat had ik hier dus ook, dat je dan een limited aantal dingen kan doen tot een bepaalde dag. En dan moet je dit en dat. En ik ben niet een persoon van, je moet dit, je moet dat. Ik wil gewoon doen wat ik wil. Maar wat ik ook zeg, de game, Three Houses, gameplay was gewoon solid, zeer zeker. En ik ga hem zeker nog echt wel oppakken, maar op dit moment vind ik dan Three Houses beter, omdat dat in mijn straatje beter ligt. Ja. Maar ik heb me echt geweldig vermaakt. Ik moet nog de DLC moet ik nog kopen, want er was nog DLC bij gekomen. Ja. Maar goed, dat komt wel, want het is DLC en dat koop ik wanneer ik maar wil. En het is niet physical, dus weet je, het is digital, dus dat haal ik nog wel een keertje. Oké. Forspoken is ook uitgekomen. Was natuurlijk veel om te doen voorhand. Ook heel veel om te doen qua release. Hebben we hem gespeeld? Ik heb hem vorige week heb ik hem laten zien voor €12,50. Klopt. Je hebt hem nog niet gespeeld intussen. Want jij hebt wel gespeeld die demo toen, Rex. Want ik heb die ook even gespeeld. Ja. Ik was hem heel snel zat. Ja, dat gevechtssysteem dat zat mij niet helemaal lekker. Ik kon er gewoon niet inkomen. Het was net even gewoon iets te abstract of zo. Gewoon net even dat ze niet goed. Maar dat was volgens mij ook een soort van demo dat je niet helemaal aan het begin. Dus dan had je al gelijk een hoop dingen die je kon doen. En dan was er niet echt een soort van een uitgebreid tutorial die je een beetje uitlegt hoe alles werkte. Dus dan moest je een beetje zelf uitvogelen hoe dat ging. Maar mij klikte dat echt niet. Nee, ik was bij 5 minuten was ik al helemaal kapot aan het irriteren. En die bracelet die praten met die fucking snarky comments en dergelijke. Dus ik was daar al helemaal klaar mee. Ja, dat vind ik ook niet inderdaad. Los van dat was de game op een technisch niveau ook gewoon niet goed. En, ik heb vorige week een video gekeken die zeg maar de launch window vergeleken met hoe de game er nu aan vast zit. En het is nu wel echt een stuk beter game geworden. Qua graphics dan. Hè. Kijk, de core gameplay is niet veranderd. Dus dat is nagenoeg hetzelfde. Dus als je de gameplay niet cool vond, dan zal dit je niet over de streep trekken. Maar het ziet er wel beter uit. Arguably is het gewoon een betere game geworden. Alleen. Ja. Een betere game geworden, alleen qua graphics. Qua graphics inderdaad, Rick. Dat zeker. Ja, klopt. Ja, nou, ik heb hem nog niet gespeeld, hè. Dus weet je, maar 12,50 man. Ik ben benieuwd. Ja, 12,50, dat zou ik hem ook al opgepikt hebben inderdaad. Dus ja. Nee, dan verder hebben we voor mezelf dan. Hi-Fi Rush was natuurlijk een shadow drop tijdens een Xbox Game Show. Nou, dat is echt nog steeds zo'n fantastische game. Gewoon out of nowhere. Gelijk gedownload, helemaal van start to finish uitgespeeld. Was echt fantastisch. Die vond ik echt onwijs tof. Nog steeds, weet je. Dus ik hoop nog steeds dat hij een physical edition gaat krijgen. Tot nu toe helaas niet, maar je weet het nooit. En de Dead Space remake. Ook helemaal kapot gespeeld. Ik heb de PC-versie daarvan gespeeld. En de PC-versie was niet ideaal. Ik heb er niet extreem veel issues mee gehad. Maar er is wel zat op aan te merken. Met name video usage. En het enige nadeel, jammer van het hele verhaal, is er zijn een paar patches geweest. En eigenlijk zo vanuit het niks zei EA van, end-of-life support. Laat maar. En dat was heel erg jammer. Terwijl er nog wel gewoon clearly wat issues waren. En we weten nu dat het gewoon niet gepatcht gaat worden. En dat is al een beetje jammer, maar voor mij persoonlijk haalde dat niet de sfeer uit de game, zeg maar. Maar, wacht even, hij wordt niet gepatcht
Hij heeft issues op de PC. Ja, zeker. Ja. Oké, en console, want ik heb hem wel op console. Ik heb hem nog niet gespeeld. Ik moet het nog uit de cellofaan halen. Nee, console is op zich prima. Kijk, console heeft natuurlijk zijn eigen issues, want ik geloof dat hij op 30 fps draait op de console. Nou, dat is ja. voor mij al gelijk dat ik niet voor PC ga. Ja, dat is eigenlijk dus een beetje loos. Ja, dus ik had een goede videokaart ervoor. Maar de grote issues waren eigenlijk gewoon met de PC-versie. Dus console players, daar, dat is prima. Weet je? Maar ik snap wel waar de 30 fps cap vandaan komt. Het is een waanzinnig goede game. Hè? Tuurlijk, sowieso. De original was al gewoon geweldig. Ja, zeker inderdaad. Ik kon dus, er eigenlijk niet misgaan met deze game. Nou, met remakes weet je het nooit, hè. Dat is het eigenlijk ook meer. Weet je, remakes kunnen alle kanten uitgaan. Ja, dat is waar. Dat is een remake, elk vlak, ja. Elk vlak is dit een verbetering. Dus je hebt echt geen enkele reden meer om de oude te spelen. Ja, behalve dan voor nostalgia misschien. Nostalgia, ja. Dat is eigenlijk het enige, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Februari. Grote releases. We hebben... Even kijken hoor, wat hebben we? Metroid Prime Remastered hebben we gehad. We hebben, even kijken hoor, Hogwarts Legacy hebben we gehad. We hebben, favoriet van Rex, Theater of the Final Bloodline is uitgekomen. Ja. Wild Hearts is uitgekomen. Tales of Symphonia Remastered. Atomic Heart. Helaas is Walter niet bij, want Ultimate Sackboy is uitgekomen voor mobile. Like a Ultimate Dragon Ball Sackboy. Ja, precies. Like a Dragon Ishin is uitgekomen. Jammer, Sebas. Wat? 1-0. Oh, nou ja, maar niet uit. Hey, PSG gaat gewoon door, hè? We hebben 4-1 gewonnen, dus don't care. Precies. Ja. Het is 4-2 nu, ik weet niet. Begin de wedstrijd. Anyway. Wat is dit voetbal shit? Op de vlak, ja, het is al gespeeld, zeg, jongen. Zeg Rex. Mooie goal, gek. Dit proeft naar meer. Ja. We hebben Octopath Traveler 2 hebben we gehad. Kirby's Return to Dreamland voor de Switch, de deluxe editie. En ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. Life is Strange 2 is ook uitgekomen, maar dat is een port naar de Switch. Overwatch 2 is uitgekomen, dat is een nieuw seizoen, dus dat is niet heel erg interessant. Dus ja. Oh ja, Returnal voor PC is ook uitgekomen, maar dat is ook weer een port. Dus. Zeg maar. Ja, die Theater Rhythm was echt fantastisch, man. Dat was gewoon bijna... Oh, voor mij is Sebas even weg. Voor jullie ook? Ja, ik ging even wat pakken waarschijnlijk. Oh. Even mijn gordijnen even open, want het was het donker. Ja. Ja. Nou ja, dus dat was inderdaad fantastisch met al die... Ja, gewoon bijna alle muziek... of gewoon heel veel muziek uit elke game die tot nu is uitgekomen. Minus 16 dan. Maar daar gaan ze nog DLC voor uitbrengen als het goed is, down the line. Maar dat gaan we even zien. Maar ja, dat was gewoon heel leuk. Toen die uitkwam, was het echt bijna elke dag na werken. Dropte ik hem er even in, even lekker spelen, een paar nummers. Want je kon dan per game had je dan een soort quest modus. Dat je dan gewoon in volgorde door wat nummers ging. En als je die dan voor een game had volbracht, dan kon je kiezen naar welke game je daarna ging. Dus dat vond ik wel leuk gedaan daarna. En ja, gewoon lekker gameplay. Ook met die party die je dan samen kon stellen van alle karakters. En ze hadden dan ook wel allemaal uses. En je moest dan ook allemaal verschillende setups maken voor specifieke quests voor nummers. Dus dat was, vond ik wel leuk gedaan allemaal. Okay. Ook nog een op zich wel grappige online modus hebben we een paar keer gedaan. Niet heel veel. Het was, het was gewoon even leuk, een bijkomertje. Maar merendeel was echt gewoon de nummers zelf op en neer. Gewoon steeds opnieuw spelen. Op en neer, ja. Maar was dat dus wel van het lijstje wat ik heb gestuurd een beetje jouw beste game? Of, Van februari? Mm-hmm. Ja. Dat is een beetje de enige die ik echt heb gespeeld. Ja, nou, dat zijn Metroid Prime Remastered ook wel. Maar die had ik halverwege even gedropt. Voor, ik weet niet meer precies waarom. Ja, ik heb hem, wat was het? Ja, twee voor Final Fantasy waarschijnlijk gedropt. Nee, volgens mij nog eerder zelfs. Het kan zijn dat het voor Resident Evil 4 was. Dat weet ik niet helemaal meer. Nee, oké. Dat is ook zo'n game die... Kijk, die Metroid Prime is zo'n game die ik al 20 keer heb uitgespeeld. Dus ik dacht, oké, dit is de game die ik heel goed ken.
Dus hoe zeg je dat, noodzaak om hem uit te spelen zat er ook niet heel erg in. Dus dat was even een paar weken geleden uiteindelijk wel gebeurd. Dus kijk uit naar Metroid Prime 2. Kijk hoe ze dat gaan doen. Of het gewoon een poort wordt of een echt ook zo remaster. Laat maar komen. Liever vandaag dan morgen inderdaad. Ja, precies. Oké. Rick, wat was een beetje jouw favoriet van die line-up? Laat zo zeggen wat ik heb gespeeld van die lijst. Want dat is, het is een aardige lijst. En van die games heb ik nog een paar nog in de cellofaan zitten. Die moet ik nog spelen. Waaronder Octopath Traveler 2 moet ik nog spelen. Maar die gaat ongetwijfeld masterlijk zijn. Want weet je, het is gewoon old school Square, Final Fantasy. En ik hou van die pixel HD 2D. Dat is gewoon geweldig. Maar goed, dat moet ik nog spelen. Maar wat ik wel had gespeeld is Hogwarts Legacy. Iemand die niet van Harry Potter houdt, maar dit is wel een hele toffe game. Ik was verrassend, heel erg verrast eigenlijk van die game. Hoe cool, hoe lekker dat speelt. En ook op zich nog wel een leuke story. De customization is ook wel erg nice. Wat is het nou? Ja, open world. Ook niet echt. Ja, wat is het nou? Ook gewoon open area eigenlijk. Maar ja, ik vond dat wel een hele leuke game, eerlijk gezegd. Ik heb hem niet uitgespeeld. Want ik wil hem eigenlijk op de PS5 nog hebben, want ik had hem op de PC. Wat hadden we dan nog meer? Die Switch game, die RPG, die moet ik ook nog spelen. En die maand zijn er gewoon allemaal spellen die ik nog gewoon echt wel heb. Alleen die moet ik nog allemaal spelen. Ja, oké. Okay. Want even kijken, je zei nog wat ik wel had gespeeld. Ik weet het niet meer. Theatrhythm, Wild Hearts, Tales of Symphonia, Atomic Heart, Like a Dragon Ishin, Metroid Prime Remastered. Ja, Metroid Prime heb ik sowieso gespeeld. Geweldig, Hogwarts, geweldig. Ja, Hogwarts Legacy, ja. Company of Heroes 3, Octopath Traveler, deel 2, Kirby's Return to Dreamland. Die moet ik nog kopen zelfs, Kirby. Ja, ik ook, ja. Mm-hmm. Ja, maar die heb Rex gespeeld. En Rex kan daar meer van vertellen. Want... Nee, ik heb die Forgotten Lands al gespeeld. 1-1. Zie je? Je hebt Forgotten Lands gespeeld. Ah, okay. Ja, dat die oudere game. Maar deze ben ik op zich ook nog wel geïnteresseerd in. Maar als ik even tijd heb voor wat anders. Ja. Oké, goed. Chat? Ja, wat heb jij gespeeld trouwens? Helemaal niks. Van die lijst helemaal niks. Ik heb wel die Harry Potter Legacy, heb ik veel van gezien. Zag heel vet uit. Metroid Prime, die heb ik wel gekocht. Dat is de enige van de lijst die ik ook echt heb gekocht. Maar niet heb gespeeld. Nog steeds in cellofaan. Hoe kreeg ik dat heel mooi zeg. Dus, wauw. That's it. Oké. Kan het niet mooier maken, man. Nee, ik heb zelf... voor mij is de belangrijkste Metroid Prime Remastered geweest. Ik heb Hogwarts Legacy ook gespeeld, maar niet heel erg lang. En de rest is allemaal dingen die ik inderdaad nog moet halen of nog moet spelen. Maar Metroid Prime is echt... man. Ja, die had ik ook echt, hè. Toen die game... Want dat was een Shadow Drop, hè? Ja. Ja. Hey, dit is echt de beste Shadow Drops ever. Ja. Die ik ooit heb meegemaakt. Hi-Fi Rush. Ja, oké, Hi-Fi Rush. Was al een tijdje gerumored en Hi-Fi Rush was letterlijk uit niks. Ja, was echt letterlijk uit het niks. En er is nog één Shadow Drop voor mij persoonlijk, wat ik erg tof vond. En dat was ActRaiser, die remake. Oh, ja. Dat vond ik echt geweldig. Ja. Nee, dat was voor. Of dan gewoon het algemeen, gewoon het algemeen. Maar toen Metroid... Oh, en wat Sebas ook zegt van zo, ja, weet je, rumor. Maar boom. Ja. En gelijk. Jammer genoeg kon ik hem niet gelijk spelen, want ik moest slapen. Maar de volgende dag... Ja. Lekker man. En natuurlijk de physical edition gelijk ook gehaald. Daar was ik ook blij mee. Oké, nou dan hebben we Maart. Maart hebben we Wolong gehad van Dynasty. We hebben de Dead Cells expansion Return to Castlevania gehad. Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse. Bayonetta Origins hebben we gehad.
En Resident Evil 4 Remake, Atelier Ryza 3. En ja, dat waren een beetje de grootste releases. Dus, allemaal vette games. Wie heeft ze gespeeld? Dat is belangrijk. Ik geef het woord aan Rex, want ik denk dat het allemaal wel weken. Oké. Okay. Wolong had ik even de eerste level toen gespeeld. Want die was op Game Pass. Ik weet niet of die nog steeds erop zit. Volgens mij wel. Inderdaad. Maar was, het had me ook niet vastgehouden. Dus die heb ik ook maar gedropt. Een beetje hetzelfde eigenlijk met Dead Cells. Want ik ben er, ik kom er gewoon achter dat die Dead Cells gameplay mij niet echt ligt. Hoe leuk ik Castlevania ook vind. Dus dat was ergens wel een beetje jammer. Want die heb ik misschien een uurtje gedaan of zo. En daarna gewoon echt niet meer aangeraakt. Ik weet niet of Rick daar nog verder mee is gegaan. Met Dead Cells. Castlevania. Ik was er wel verder mee gegaan. En ik wilde nog steeds nog extra verder mee gaan. Als de gameplay, de gamestijl je niet ligt. Ja, dan houdt het gewoon heel gauw op. Mm-hmm. En ik vind dit gewoon echt heel erg tof. En ik werd helemaal gek toen ze dit met Castlevania gingen doen. Ja, die reveal trailer was ook tof. Ik vond het echt geweldig. Ik ben echt fan van dat, wat ik ook al eerder zei, van die pixelated dingen. Dat vind ik zo geweldig. En dat past gewoon helemaal bij die Castlevania. Maar ik snap je wel, Rex. Ik bedoel, dit is niet, het moet je liggen. Het is natuurlijk nog steeds een rogue light. En rogue light is in eerste instantie ook niet echt mijn ding. Op zich is het niet eens dat. Het was denk ik gewoon meer hoe ze de level layout ontworpen hadden. Hoe dat systeem werkt. Het is een beetje all over the place. Ja. Ja, dus, dat klopt. Dat heb ik zelf ook. Maar weet je, zelfs dat deel ik zeker met je. Maar zelfs daarin heb ik zoiets van, weet je, ik ga gewoon. Fuck it. Ik ga gewoon en ik doe maar. En het werkt. Dus ik vind het helemaal prima. Ja. Mm-hmm. Ik vond hem erg cool. Ja. Daarna die Resident Evil 4 remake. Waar ik toch op zich wel wat op zat te zeiken, maar uiteindelijk toch wel 3 keer heb uitgespeeld. Ik wil net zeggen. Dus uiteindelijk vond ik het toch best wel leuk. Ja. Nee, maar het is gewoon een goede game. Hij zit goed in elkaar. Maar ik denk dat ik uiteindelijk toch het origineel eerder opnieuw zou spelen nu uiteindelijk. Ja. Dat ligt toch even wat meer ik weet niet, wat simpeler, wat consistenter in hoe alles werkt. En gewoon net even wat leuker, ook in de campiness. Dus ja, maar het is zeker wel een goede game. Ja. En daarna, die lijst was dat het wel voor mij. Ja. Oké. Rick, wat heb jij gedaan? Ik heb dan die Dead Cells, die heb ik dan gespeeld. Nou, wat ik net ook vertelde, heel erg tof. En de games die ik dan wel heb en niet heb gespeeld, dat is dan die Fatal Frame. Mask of Lunar Eclipse. Is wel mijn type game, horror. Bayonetta Origins, die moet ik nog spelen, is ook nog geplastificeerd. Resident Evil 4 moet ik ook nog spelen. En dat is het. En voor mij was The Last of Us deze maand ook. Ja, dat was de PC-versie. Of die maand, ja, precies. Ja, maar ja, precies. Daar begin ik echt niet aan. Nee, hell no. Hij is wel beter geworden. Hij is wel beter geworden. Ja, ongetwijfeld. Maar en ik zal hem ongetwijfeld in de toekomst zal ik hem ook weer voor goedkoop op marktplaats halen. Maar ik ben daar nu een beetje klaar mee met al deze. Come on, man. Dus Last of Us was op de PlayStation 3 al vet. Zag het al goed uit. Ja, zeker. Ik ben wel van mening dat het wel heel vet zou zijn geweest als deze dus cross-gen was en een launch-titel voor de PS4. Dat was erg tof. Maar maakt niet uit. Uiteindelijk, hebben ze ik heb hem alsnog gehaald, ook voor dirt cheap. Maar om deze nu weer voor. Nee, man, come on. Nee, zijn helemaal gek geworden. Ik wacht weer drie jaar of zo. Ja, hij was een tijdje uit voor de console. Hè? Dit is echt de PC-versie geweest die deze maand uitkwam. Ja, precies, Marcel. Ja. Dus ik wacht tot hij moest even zijn shit kwijt. Ja. Ik heb vaak shit op Sony, maar ik vind Sony vet. Ze hebben toffe games, maar ik word gek. Oké, ik ga het. 2-1, boys. Of 1-2, moet ik zeggen. 1-2. Chat. Ja. You're up. Ja, 1-2. Oké, goed. April. April hebben we...
Ja, eigenlijk niet zoveel gehad, als ik heel eerlijk ben. We hebben die Final Fantasy Pixel Remaster hebben we gehad. Advance Wars 1 en 2 is eindelijk uitgekomen na weet ik hoeveel delay. Daarover gesproken hebben we Dead Island 2 hebben we ook nog gehad. En uiteraard, nou goed, Star Wars Jedi Survivor. Ja, die, Ghostwire. Dat is een port. Ghostwire. Oh, ja. Ghostwire is al een hele lange tijd uit. Ja, precies. Ja. Ghostwire Tokyo is voor Xbox en ja. PC uitgekomen toen. Mega Man Battle Network Legacy Collection hebben we nog gehad. Minecraft Legends. Dat is het eigenlijk denk ik wel een beetje de grote dingen. Heeft niemand Advance Wars gespeeld? Nee. Nee. Weet je dat misschien ik gewoon bij de... Ik, ja, het zou... Ja, Walt waarschijnlijk. Ja. Maar jij niet, Rick. Nee, ik zat die direct toe te kijken en ik zag die trailer. Want ik heb helemaal niks met Advance Wars. Ik heb nog geen enkele Advance Wars gespeeld. Maar ik zag die trailer en ik dacht van, eigenlijk zag die trailer daar best wel tof uit. Ja, weet je, dat zou ik denk ik wel leuk vinden. Maar ben jij meer echt van de fantasy settings of vind je dit, zou je dit ook wel leuk vinden? Nee, dit zou ik ook wel leuk vinden. Ja. Maar het is eigenlijk niks nieuws, weet je. Het is natuurlijk ook gewoon een remake van die vorige. We weten allemaal wat Advance Wars is. En er zitten wat quality of life changes in een andere stijl. Maar de basis... Nou ja, als je het nooit gespeeld hebt, dan is dat alsnog wel ik een nieuwe ervaring. Ik heb het nog nooit gespeeld, precies. Ja. Maar ik zat te kijken, maar ja, weet je, het ziet er op zich wel cool uit. Misschien wil ik het wel proberen. Ja. Ik zie trouwens één game op deze lijst. En die vind ik wel heel erg interessant. En dat is The Last Case of Benedict Fox. Ja. Voor de PC, Xbox One en... Een series consoles. Iemand, ja. Die lijkt me echt wel, want die zag ik dus ook toen voorbij komen. Ik dacht, nou, dat ziet er wel een beetje Metroidvania-achtig. Maar goed, we hebben dus Jedi Survivor, hebben we natuurlijk erin zitten. Dus daar hebben we het net al over gehad. Net al over dus dat is jouw Rick game. Chat, wat heb jij? Deze kijk. Niks. Waarom komt er games eigenlijk? Jij, Rex? Nou, deze lijst heb ik was de meeste die Pixel Remasters gespeeld. Ja. En dan voornamelijk deel 6. Ik heb ze allemaal even aangeraakt, maar deel 6 is wel degene waar ik het meest in heb gestoken. Daar moet ik nog steeds mee verder komen dan waar ik voorheen gebleven was. Dus, maar dat is ook weer zo'n game die je dan even dropt en niet meer verder speelt. Dus ja. Dan ben ik ook weer een beetje bang om mee verder te gaan, want dan ben je een beetje alles vergeten en dan... bijna beter opnieuw beginnen. Ja. Hey, maar Rex. Maar hey, Rick. Maar jij bent dus ook gelijk begonnen met 6, hè? Al die Final Fantasy. Nou, nee, ik ben niet gelijk niet? Begonnen met 6. Ik ben met 3 was ik begonnen. Omdat je dacht dat die 6 was. Nee, Rick. Nee. Ik weet wel wat, hoor. Nee, maar 3 was ook gewoon, laten we zeggen, degene die ik het minst heb aangeraakt toen ik ze kocht. Dus ik dacht, maar het was ook, ja, dat is ook wel zo'n oude game waar je best wel voor in de stemming moet zijn. Ja, zeker klopt. Voor iemand van mijn leeftijd. Dus ik had hem al snel geswitcht voor 6. Ja. Ja, en daarnaast eentje die ik niet gespeeld heb, maar waar ik soort van wel nog interesse in heb, is die Grim Grimoire Once More. Van de makers van Odin Sphere en Dragon's Crown. Die is tof. Want dat is een eerste game als het goed is. Dus dat is een beetje mijn blind spot voor die studio. Dus die moet ik ook nog denk ik even een keertje ergens oppikken. En even proberen. Maar ik ben een beetje bang voor die game. Want dat is echt zo'n soort RTS-achtige game volgens mij. Dus dat is echt wel iets waar ik even mentaal me moet voorbereiden. Gaan doen. Dus dan misschien ergens dit jaar of ergens volgend jaar. Ja. Maar gewoon dat hij heel goedkoop is en dan... Ja, precies. Ja, precies, dat is meestal het beste met als... Maar ze moeten gewoon die Muramasa gewoon uitbrengen. Die is nog steeds gevangen op de Vita. Ja. Ja, maar jongen. Ja. Vita means life. Alle andere dingen hebben ze gepoord, maar die laten ze gewoon liggen. Nee. Dus dat is wel jammer. Maar ja, dat is het voor mij. Okay. Ja, voor mij eigenlijk ook niet zo heel bijzonders, want ik heb eigenlijk nog niet gespeeld daarvan. Dus Ghostwire Tokyo heb ik even gespeeld, maar heel kort. Dus niet echt een opinie over gehad. Dus ja, nou, dan hebben we mei, en dat was een heel bijzondere maand. Ja,
Uiteraard hebben we Tears of the Kingdom hebben gehad. Tegelijkertijd hebben we Lord of the Rings Gollum hebben we gehad, die eigenlijk is uitgekomen. Dat is echt zo, dit is echt uitrek. Ja. Wauw, ze hebben in dezelfde maal hebben ze gewoon de beste en de slechtste game. Ja, inderdaad. Ja. Verder de remake van System Shock is uitgekomen in mei. En Redfall is uitgekomen. Nou, Redfall is natuurlijk ook wel een beetje een dingetje, zeg maar. Ik heb, heel erg bekend, ik heb nog geen van deze games gespeeld. Ik heb Zelda ook nog niet gespeeld. Gewoon simpelweg omdat ik voor Zelda moet je de tijd nemen, vind ik in ieder geval. Ik heb daar nog niet de tijd voor gehad, dus dat nog niet. Ik ben heel erg benieuwd naar de System Shock remake. Ik heb daar heel veel toffe dingen van gezien, dus die wil ik ook zeker wel gaan halen. Ik ben nog een beetje aan het kijken, want hij is physical, is hij toen voor Limited Run volgens mij geweest. En die window is al gepast, dus dat vind ik wel heel jammer dat ik dat heb gemist. Dus daar wil ik nog even naar gaan kijken om daar op te pikken. En ja, Redfall heb ik niet gespeeld. En ik moet zeggen, Lord of the Rings, die wil ik gewoon een keer oppakken uit Morbid Curiosity. Ja, ik ook. Ik ook proberen. Ik heb heel veel video's daarover gezien en het was echt heel bijzonder. Maar ja, weet je, dat... ja, dat is... maar ja, dit is een domme vraag, maar het is gewoon voor jullie is gewoon Zelda natuurlijk, neem ik aan. Ja, dat is de enige echt, als ik ook echt gewoon heel die lijst hier voor me zie... Dat gewoon echt alleen de Legends of Zelda gespeeld. En Hogwarts is natuurlijk een port, want die was later uitgekomen natuurlijk, want die was al uit. Ja. En East 9 was ook een port. Het is trouwens ook fucking dope, East 9. Ja. Oké, nou we hebben dan... dan gaan we gewoon gelijk door naar juni. dat is geen extreem voorbeeld. Dus juni is een beetje packed geweest. We hebben Street Fighter 6. Diablo 4... Layers of Fear die remake, Final Fantasy 16 en Everybody Wants to Switch, never mind. The Ghost Trick is uitgekomen, Master Detective Archives is uitgekomen. Maar ja goed, de heavy hitters waren natuurlijk Diablo 4 en Final Fantasy 16. Street Fighter is uiteraard ook in het genre, maar het is natuurlijk wel een treetje lager. Ik heb persoonlijk Final Fantasy 16 heb ik daar van gespeeld. Eigenlijk alleen een beetje het intro segment. Je begint natuurlijk als jonge goos, zeg maar. En dat segment heb ik gespeeld. En toen precies, dit is wel heel hard ook. Maar ik zet hem ook even opzij. Omdat ik gewoon de tijd er niet voor had. Maar een hele goede eerste impressie gegeven. Diablo 4, nou, die had ik helemaal kapot gespeeld met de beta. Hebben we natuurlijk ook al meerdere keren hier besproken. Ja. En ja, ook de PC-versie ook gewoon heel weinig gespeeld. Maar game is gewoon fucking vet. Dus dat. Rex, voor jou is die denk ik wel redelijk duidelijk. Tenminste, denk ik. Maar... Ja, eigenlijk een beetje die drie grote games die je net hebt genoemd. Street Fighter 6, Diablo en Final Fantasy. Ja, Final Fantasy heb ik nu alweer een beetje naast me neergelegd, moet ik zeggen. Ja. Ik ben een beetje bang dat die game soort van voor mij niet zo heel erg memorabel gaat zijn. Gewoon qua... Ja, ik weet het niet. Ik kan het niet echt goed verwoorden, maar... Ik was blij dat ik er klaar mee was, uiteindelijk. Dat is nooit een goed teken. Zo? Nee. Ja, kijk, dat gevechtssysteem, dat is wel echt fantastisch. Maar gewoon alles eromheen was gewoon een beetje... middelmatig soort van. Want naarmate het verhaal ook verder ging... merkte ik wel dat het steeds gewoon een beetje oninteressanter voor mij dan begon te raken. En ze deden ook, ik wil zeggen, de laatste 2/5 of zo van het spel gebeurt er iets, waardoor de staat van de wereld een soort een paarse gloed krijgt. En dat gaat maar niet weg. En ik vond dat zo storend. Ah, oké. Okay. Oh ja, dus krijg je die dingen. Dat hakt me er ook een beetje in. Ja. En ik dacht, oké, dit is even duidelijk, dat gaat zo wel weg. Maar nee hoor, dat blijft gewoon tot het einde van het spel. En ik snap niet helemaal het besluit erachter. Okay. Maar dat kan aan mij liggen. En ook, gewoon, ik miste ook gewoon een paar dingen. Fuck it up for you, man. Shit. Dacht je niet aan je kabels? Nee, de kabels zijn nog prima in orde. Ja. Oké. Maar ook nog even snel een dingetje. Ja, ik miste uiteindelijk toch ook gewoon een beetje de towns en de cities. Ja, maar dat het voelde soms allemaal net even iets te makkelijk van, oké, het verhaal is nu hier en oh, cutscene. En nu zijn we opeens in het midden van de stad.
Hey, oké, dat hey, vraag je dan, hè? Vraag je. Mm-hmm. Omdat Square is nu een beetje de ten eerste de westerse kant aan het pleasen van de gamosfeer. Door mm-hmm. middel van op deze manier Final Fantasy's te maken. Want Final Fantasy was altijd turn-based voor de oudjes in ons midden. Ja. Wat ik nog steeds eigenlijk vind dat Final Fantasy zou moeten zijn. Maar dat zal het dus niet meer gaan worden, neem ik aan. Denk nou, ik zie het nog wel gebeuren. Misschien in deel 17 of 18, dat is een soort back to the roots. Weer even een soort. Maar kijk, dan moeten ze wel gewoon het gevechtssysteem van 10 nemen, denk ik. Dat is een beetje ja, dat, de. Kijk, ja, dat wil ik dus turn-based. Ja, dat is. Want dat Active Time Battle, vragen. Dat vind ik zelf gewoon niet heel fijn. Ik wil gewoon even, als ik de beurt heb, even de tijd nemen om te beslissen wat ik nou wil doen. En gewoon de beurtvolgorde, dat vind ik ook altijd wel heel fijn om te hebben. Ja. Dus in dat opzicht zou 10 de perfecte gevechtssysteem weer zijn om even over te nemen als ze daar naartoe terug zouden gaan. Ja, want hey. Dat is uiteindelijk ook wel iets wat ik een beetje in 16 miste. Gewoon een beetje echt de lekkere party, toch wel. Je kreeg af en toe wel karakters met je mee, maar dan was het er vaak maar eentje. En dan, ja, je kon ze verder niet commanderen of equipment wijzigen of zo. Kijk, weet je wat het probleem is? Echt gewoon het verhaal van die karakter die je bestuurt en that's it. Ja, en dat is een beetje het probleem. Weet je, Final Fantasy 16 is gewoon een character-based action game. Ja. Weet je, dat is het eigenlijk meer. En daar is niks mis mee. Alleen, daar is ook wat in om aan te merken. Ze komt een beetje met elkaar in strijd. Ja. Nou ja, precies dat. En ik, weet je, wat Rick zegt, hè, een beetje voor de oldies, turn-based en dergelijke. Ik vind wel dat turn-based kan wel een. Je hebt zeg maar die gacha game, dat Honkai Star Rail heb je gehad. En dat is een turn-based game. En die is maateloos populair. Door een mix van allerlei verschillende dingen. En dan denk ik bij mezelf, zie je, het kan wel. Natuurlijk kan het. Octopath Traveler 2 was toch ook redelijk populair, denk ik. Klopt, alleen dat is natuurlijk qua budget, is dat gewoon een stuk lager. Als je daar dan lekker budgetje aan gooit, dan. Ja, maar dat is, en ik denk dat men bij Square wel gewoon bang is dat de return of investment gewoon te laag is daarvoor. Dat ze gewoon eigenlijk gewoon zeggen van de use base die dit wil hebben is heel klein. Dus ik ben heel blij dat zo'n game als Honkai Star Rail dat wel voor elkaar kan krijgen. Er zit natuurlijk een heel ander verdienmodel achter, dat we dat voorop stellen. Maar het toont wel aan dat de core gameplay nog steeds wel in trek is. En dat vind ik op zich wel gewoon goed. En als je kijkt naar Xenoblade, is het natuurlijk niet traditioneel turn-based, maar er zit wel turn-based elementen in van het wachten van je abilities die weer op cooldown van de cooldown afkomen. Dus ik vind het een keus om Final Fantasy 16 zo te doen. Ik kan het ook wel begrijpen. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel weer erg jammer. En storyline is natuurlijk altijd een ding daarin, zeg maar. Kijk, de story zet je natuurlijk neer en dat kan wel of niet interessant zijn. Kijk, Final Fantasy 7 Remake is natuurlijk een heel andere richting uitgegaan qua vergelijking met de basis van Final Fantasy 7, maar hij is wel mateloos populair geworden, ondanks dat het ook een action game is geworden, als het ware. Dus het kan wel hand in hand gaan, maar ik denk dat het gewoon heel moeilijk is om een goede story te schrijven, uiteindelijk. Nou, zo maar groot wat ze met Final Fantasy 7 Remake hebben gedaan, dat, kijk, die action, op die manier een action game maken, dat hebben ze wel heel goed gedaan, want je had toch wel je party waarmee je toch commands kon wisselen. Ja. En met Final Fantasy 16 heb je gewoon echt één character. Mm. Ja. En dat is En daarom bedoel ik ook een beetje te zeggen van, in het Westen houden ze heel veel van dat soort snelle action games. En er is helemaal niks meer. Ik vind het zelf ook heel cool. Devil May Cry, geweldig, weet je wel. Ja. Maar aan de ene kant heb ik ook iets met Square van, Square is echt koning in hele mooie games en heel mooie filmpjes. Net als Blizzard, die heeft dat ook, fucking mooie filmpjes en schitterend. Maar ze gooien er zoveel geld aan. En ik heb nou niet het gevoel dus, met Final Fantasy 16, dat die supergoed verkoopt of zo. Nou, dat is wel. Ze hebben gezegd van dat die. Ze hebben wat nummers naar buiten gegooid. Waarvan de buitenwacht zei van dat is helemaal niet interessant genoeg. Square zelf heeft gezegd van hij is nu vanaf nu is hij profitable. Elke kopie die we verkopen is pure winst. Dus dat is een goed teken. Als je budgetten in de gaten houdt. Maar Square staat natuurlijk ook redelijk onbekend dat ze. Wat was nou met Tomb Raider of zoiets dergelijks? Dat die weet ik hoeveel exemplaren verkocht hadden. En dat ze nog steeds onze failure zagen. Omdat hun interne projecties gewoon zo verschrikkelijk hoog lagen. Ja. Dus ik vind het een ander moeilijke studio. En ik had van Final Fantasy 16 qua sales
meer movement verwacht in dat hij langer door zou verkopen. En je ziet eigenlijk dat hij heel erg piekte en dan ook wel weer heel erg hard afzakte als het ware. Ja. En dat is verklaarbaar, want de core base van Final Fantasy 16 is natuurlijk best wel groot. En dat neemt heel veel, maar het is moeilijk voor ze om te expanden buiten die core base. En dat is Final Fantasy eigenlijk altijd wel geweest. Dus ik ben heel benieuwd waar ze nu uiteindelijk terechtkomen. En ook gewoon vergelijkt alle lifetime sales van alle Final Fantasies. Weet je, en wat voor lijn zit daarin? Of is dat niet zo? Ik ga er maar even naar kijken een keer. Dat vind ik wel interessant. Ja, ik zou het echt mooi vinden van Square dat ze sowieso een mainline Final Fantasies blijven houden. Doe je ding. En als je dat action-based wil doen, vind ik het ook prima. Maar ja, ik vond het ook wel heel cool van Square dat ze eigenlijk een soort van tweede soort lijn van Final Fantasy. En dan hebben we het over de Crystal Chronicles. Dat soort dingen. Ja. Weet je? Misschien dat ze dat ook kunnen doen. En dan zie ik het wel een beetje voor me zoals Bravely Default bijvoorbeeld. Weet je? Gewoon, je hoeft niet een super grote budget. Zet er gewoon iemand op die een masterlijke story kan bedenken. Want Final Fantasy is gewoon story. Weet je? Zeker. Alleen weet dat je? Is hou dingen terug. Ja, maar dat weet je, het probleem is, je zegt dat soort als een voetnoot van, oh ja, doe maar even dit. Ja, maar ja, natuurlijk niet. Het gaat niet zo makkelijk, maar nee. Weet je, ik weet niet, kijk, ik ben daar niet. Ik weet niet wat er achter de schermen gebeurt en ik weet niet of misschien iemand het geniale idee heeft gehad van waarom proberen we het gewoon niet bij die dude. Waarom, weet je, we kunnen wel, we hebben al die centen van Sony gekregen om zo lang mogelijk op hun platform te blijven. Waarom kunnen we dat geld niet gebruiken om een Hironobi Sakaguchi en een, hoe heet die, die andere? Sakaguchi die is al lang veel te veel bezig met zijn rapcarrière. Of even gewoon, die ga je niet meer terugkrijgen, jongen. Die, dat is een fucking games, man. Dat gaat niet meer worden. Die gast die trekt volle zalen, gek. Ja, ik had net zeggen, weet je. Maar goed, weet je, maar weet je, naast hem, er zal ongetwijfeld echt wel een goede storywriter zijn die een leuke Final Fantasy game on the side zou kunnen maken in de stijl van een Bravely Default. Je hoeft niet zoveel eruit te gooien. Ja, probeer het. Zeker, maar goed, ja. Weet je, ik ben geen Square en je kijkt wel, de Octopath Travelers van deze wereld, die doen het op zich hartstikke goed, want er is nog steeds animo. En soms zeker. Denk ik van, weet je, houden jullie niet van geld of zo? Ja, dat is wel echt wel, ja. Oké. En Layers of Fear, die moet ik nog proberen, man. Ja, ik moet hem ook nog steeds, Layers of Fears, overigens. Die moet ik ook nog steeds spelen, inderdaad, ja. En, nou ja, goed. En Everybody Want to Switch, natuurlijk. Oké, moving on. Okay. We hebben juli gehad. Nou ja, juli is eigenlijk niet heel erg veel uitgekomen. We hebben eindelijk Pikmin 4 gehad. We hebben Exo Primal gehad. Remnant 2 van de Ashes hebben we gehad. En Disney Illusion Island. Dat is eigenlijk een beetje de nieuwe Legend of Heroes is uitgekomen. Trails in the Reverie. Oh. Dat is altijd een serie waarvan ik zoiets heb van, oh ja, dat moet nog gaan spelen. En dan kom ik er nooit aan toe, omdat er alweer weet ik hoeveel delen uit zijn gekomen. Dus dan haak ik alweer af. Ik heb zelf hier Remnant 2, daar ben ik wel erg geïnteresseerd in. Ik vind het wel heel tof uitzien, maar dat is meer een multiplayer game. Dus dat vind ik dan wel een beetje jammer. Omdat nou, ik er niet zoveel zin in heb. Heb je Remnant 1 gespeeld? Nee, maar ik heb toch even, je kan hem singleplayer spelen. Ja, en hij is wel significant moeilijker dan multiplayer. Ja. En dan, weet je, en ik vind op zich moeilijke games niet erg, maar je merkt altijd dat het games gedesigned zijn met vier-player in mind. Ja. En als je dan, ik heb al talloze van dat soort games in mijn eentje gespeeld, en dan is het toch net niet zo leuk. Ja, dat is in ieder geval mijn ervaring daarin. En Oxenfree 2 is ook uitgekomen. Die is een beetje bij mij onder de radar gebleven. Reviews maar waren ook, daar wat minder positief over. Dus dat zal ook wel een reden geweest zijn. Maar ik heb ook van deze games ook niet gespeeld. Ik heb net een video gekeken van Exo Primal even kort. En die wil ik gewoon voor de lol van een keer installeren. Omdat die toch in Game Pass zit, zeg maar. Toch wel weer een Telltale game, hè? Zeker, maar ja, die zijn natuurlijk weer terug. Expanse Telltale is uitgekomen. En ik moet wel zeggen, ik ben een mega fan van Expanse. Alleen, ik weet dat ik hem niet gelijk ga spelen. Dus ik ga hem nu niet kopen. Omdat ik toch wel weer weet dat ik hem pas over weet ik hoe lang ga spelen. En misschien is dan of een physical uitgekomen of een discount. En dan heb ik precies van, dan vind ik het zonde om hem nu te halen. Maar ik heb er zeker wel interesse. En ik vind het wel heel tof dat Telltale weer terug is gekomen. En dat ze nu hopelijk een beter verdienmodel hebben. Want de vorige was natuurlijk gewoon niet sustainable. Ja. Dus, ik vind dat Telltale moet verder gaan met die Game of Thrones. Ja, dat dat wordt heel moeilijk, dan moet je die hele IP weer onderhandelen. I know, dus, maar die was echt tof, man. Ja, maar goed, weet je, dat
Ja. Maar wat hebben we hier verder van gespeeld? Want ik heb dus eigenlijk verder helemaal niks gespeeld. Dus... Ik heb ook even heel kort die Exoprimal gedaan via Game Pass. Maar ja, dat is toch weer even zo'n multiplayer shooter dat mij echt totaal niet ligt. Dus ik heb het even 1 of 2 matches gedaan en denk ik, nee. Nee. Die heb ik weer gedeinstalleerd. En voor Pikmin 4 wil ik ook nog wel gaan spelen, maar heb ik alleen even die demo van gedaan. Ja. En dat had me toch wel aangenaam verrast met hoe leuk ik dat vond uiteindelijk. Netjes. Dus ik denk, als ik eenmaal een beetje klaar ben met Diablo en Street Fighter, dan wordt mijn volgende game denk ik wel Pikmin 4. Ja. Oké. Nou goed, dan hebben we augustus. Daar zitten we nu in. Ik moet zeggen dat er eigenlijk niet zo gek veel uit gaat komen de komende periode in augustus. We hebben nu Baldur's Gate 3 dus gehad. Nou, ik heb daar heel veel van gelezen, heel veel van gehoord en ook heel veel van weer gezien en dergelijke. Ja, dit is echt de definitive D&D-campaign. Ik wil hem echt heel graag gaan spelen, maar ook dat is natuurlijk weer een game. Ik wil dan eigenlijk ook weer gewoon 1 en 2 weer gaan spelen en dan uiteindelijk weer deel 3. Maar dit is nou, heb jij 1 en 2 wel eens gespeeld dan, Sebas? Ja, lang geleden. Baldur's Gate 1 is... Echt old school. En ze hebben natuurlijk toen die Enhanced Editions uitgebracht, die ook echt wel verbeterd waren. Dus daar wil ik dan even mee verder gaan. Maar het zijn ook games, daar stop je zoveel tijd in. En ook gewoon wat gewoon leuk is. En Baldur's Gate 3 is niet anders dan dat. Het is echt een tabletop, een digital tabletop game is het, in alle facetten. En dat maakt het onwijs gaaf. De care die erin is gestoken. Qua graphics is het allemaal oké. Hè? Maar Baldur's Gate is nooit vanwege zijn graphics bekend geworden, maar meer van zijn gameplay elementen, zijn story. Ja. En... Nou ja, maar ik wel mensen veel over hoor, is dat die animaties op zich wel goed zijn in de dialogen. Ja, klopt. Dat het en niet dat, zo houterig overkomt. Ja, dus dat ben ik ook wel heel veel mensen ook inderdaad. Dus ik heb de Digital Foundry video heb ik ervan gezien. En dan hebben ze het over de technische aspecten daarvan met name. En dat was ook een highlight van hun, dat ze ook zeiden van, oh, dat is onwijs tof gedaan daarin, zeg maar. Dus daar ben ik ook zeker wel benieuwd naar. Dus hij gaat hem halen. Hij komt natuurlijk ook later nog naar consoles, komt hij nog uit. Ja, en, daar wacht ik ook op, ja. Ja, weet je, dan zien we het wel weer Als ik wil, kan ik hem nu gelijk op de PC nemen, maar... Ja, ik ook. Maar... I don't see the point now. Wacht, nee, maar gewoon echt for free. Weet je. Oh ja, daar hebben we het hier niet over. If I want. Je raadt beter niet. Nou, los. Nee, want ik heb, maar ik heb een code gekregen. Aha. Oh, aha. Los van dat, hebben we eigenlijk... We hebben Atlas Fallen hebben we gehad. Ja, die heb ik gespeeld. Zag er erg tof uit. Is redelijk gereviewd, maar daar heb ik zoiets van... Nou, dat is eentje die ik in de discount nog wel op wil pakken, want ik vind de gameplay er wel interessant uitzien. En dan eigenlijk overmorgen komt dan Red Dead Redemption uit voor de Switch en de PS4, wat ook echt een clusterfuck van de release gaat worden in alle waarschijnlijkheid. Ongelooflijk. Ja, inderdaad. En dat is het eigenlijk voor deze maand. Ik ben op zich ook nog wel benieuwd naar die Bomb Rush Cyberpunk. Ja. Ik heb die Jet Set Radio Games nooit echt gespeeld, maar het zag er altijd wel tof uit. Ja, klopt. Kijken of dit, die komt dan inderdaad eerst uit voor PC en Switch over 3 dagen. Ja. En dan komt die in september moet die uitkomen voor consoles. PS4, PS5, Xbox One en Series X. Ja. Oh, wow. Loot Bro Breaker. Loot Bro Breaker. We waren wel alleen ons lijstje aan het afsluiten, dus helaas. Nee, niks ervan. Klik. Loot Bro Breaker. Ja. Maar goed, dat was een beetje voor augustus. Dus, dat ik heb het. Ik heb zelf Atlas Fallen gespeeld. Ja, wat vond je en wat jij ook zegt, het is echt wel... De game heeft potentie. Want hij speelt echt wel lekker. Het is wel... het is leuk. Ik heb er nog niet zoveel van gespeeld. Maar wat ik ervan heb gespeeld, is leuk. Maar het is ook echt wel een game van... Die zou je gewoon even moeten wachten voor als die goedkoop is. Ja. En dat ga ik ook doen. Want ik heb hem op de PC, maar ik wil hem op de... PS5 hebben. Dus dat ik wacht gewoon ook. Maar het is potentie heeft hij. Alright, oké. Nou, Walt, welkom. Hey, even kijken, want jouw echo cancellation staat niet aan. Oh ja, dat, dat kan ik niet doen. Aanpassen, dus, nou goed. Walt, let's go, lootronde dan maar. Bonus loot. Ik ga even een lamp pakken, want het is fucking donker aan het worden hier. Ja, je zit echt in de shadows daar, man. Ik zit sowieso in de shadows. Oh ja. You live in the shadows. Sorry.
Ja, ik moet mijn loot laten zien, anders moet ik een hele week wachten. En dan loopt het uit de klauwen. Kan niet. Dat kan niet. Doe het, doe het. Dus, ja, we moeten Sebas even terugkomen dan. Oh ja. Of komt hij niet meer uit de shadows? Shit. Wat een hele lamp gepakt. Hij is, ja, hij is een hoe lang kun je dat ook doen om een... Het is gewoon knopje aan, knopje uit. Ja. Shit. Dat denken wij, hè? Maar ja, zijn lamp is van EA, dus hij moet de DLC, moet die microtransactions moet hij bij bestellen. Hij zit nu in de chat. Schat, ja, ik ben bijna klaar. Ja, bot komt ineens, bot komt ineens. Zie maar eens, bot. Change of plan. Wauw. Shit, chat, zo maar dish onze maat. Het is het beste moment. Chat, my dude, ik hoor alles, hè. Hij is in de shadows, hè. Kijk hem. Wij hoorden je ook bellen. Nee, schat. Schat, ik ben je zo. Doei. Love you. Dat ga ik zo wel doen, inderdaad. Dat absoluut, inderdaad. Kijk, surprise guest ook nog. Is dat je schat? Nope. Oh, wie de hel was dat? What happened? Yeah. Weer een loot breaker. Oh, loot breaker. Shit. Wie was dat? Hey, kom terug, wie ben jij? Jij moet even terugkomen. Dat is Peter. Peter. Wie is Peter dan? Ik ken hem niet hoor, ik heb hem nog nooit gezien. Echt hoor. Jawel man, ook bij met E3 was hij bij hem thuis. Ja, chillen. Sowieso. Ja. Ah, en ook een beurs, E3 Peter. Ik was daar niet man, ik was daar niet. Alright, nee, let's go Walt, doe het. Ik heb een postertje van Transformers. Oh, van Intertoys. Intertoys gekregen hè. Netjes. Gewoon, je komt binnenlopen van, wil je poster? Ja, wil je een crappy Transformers poster? Nee, ik zag... niet vanaf. En wat een wel toffe poster. Ja, ik zag dat ze die toys ineens hadden en daar ergens stond ook een... hier pak folders en gratis posters. Nou, ik dacht, let's go. Wat heb je er maar eentje gevraagd? Tuurlijk. Nee, ik heb er meerdere gepakt. Dat betekent dus voor elk wat wils hier? Nee, dat niet. Ik heb er niet zoveel gepakt. DVD's, The Goonies. Ah, nice. Eindelijk maar eens een keer opgepikt. Ja. Elke keer dat ik denk, waarom... Ik moet maar gewoon een keer even oppikken. Heb ik nog een Asia Mania soort in the moon. Nee, ken ik niet. Soort in the moon. Oh man. Dan heb ik nog een Hulk. Season 1, volume 1. Nou, dan volume 2 komt ook nog een keer. Dan heb ik nog een Batman vs. Superman. Mad Max 3. Waarom lacht hij niet? Mad Max. Doe het. Altijd nooit. Dan heb ik nog Star Wars The Clone Wars. Nice. De film. Ik twijfel altijd bij deze of het hoesje echt is. Omdat ik hem een beetje donker vind lijken of zo. Weet je wel? En de vorige keer had ik ook een neppert. Toen dacht ik, hey, what the fuck. Maar dit is toevallig een andere regio versie. Maar het ziet er wel redelijk legit uit. Dus ik hoop dat hij het doet. Altijd een goed teken. Met mijn grafische ogen zou ik dat eigenlijk moeten kunnen zien. Maar goed. De hele andere film zit erin. De Clone Wars, de Clone Horse. De Clone Wars. Dan heb ik nog een Evangelion gevonden. Hey! Oh, nice! Hey. Dat is zie je nice. Elke dag. Dat is nice. En Superman Unbound. Ook best tof. De animaties zijn altijd wel vet. Toch. Hier ben ik fucking blij mee dat ik hem eindelijk heb. The Evil Dead. Het heeft lang geduurd dat ik hem weer een keer heb gezien. En om mijn Underworld collection te completen. Underworld Blood Wars. Ik heb deze nog niet gezien. Ik heb hem hier liggen, maar ik heb hem nog steeds niet gezien. Weet je waar die lag? Hij lag in de Intertoys. Klopt. Okay. Echt man, echt die kinderen, jezus. Bloody shit nu. Whatever. Lag de Clone Wars er ook? Nee. Nee, deze was echt gewoon nieuw. Dan heb ik nog, even denken, games. Of zal ik eerst figures doen of games? Figures. Ja. Ik heb deze opgepikt. Het is Casey Jones. Ja, dat zien wij. Casey Jones.
Deze vind ik wel vet. Casey Jones is cool. Deze is cool. Maar ja, intussen heb ik steeds meer pops, dus loop ik toch weer uit de hand met pop, helaas. Je weet het. En ik ben... ik heb echt mijn best gedaan om deze fix te vinden en het is me gelukt. Ik heb er een aantal opgepikt. De Star Wars fix van de kruidvat, jongens. No way. No fucking way. Het heeft waar, echt waar, veel effort gekocht. Waar ben je? Jij bent echt tour de Nederland gegaan, zeker voor deze shit. Ja, maar toevallig moest ik ook een paar familiebezoekjes doen deze week. Dus ik kwam ook echt in areas waar ik normaal niet kom. En gelukkig, ja... Als je maar blijft zoeken, was er één kruidvat, die had er heel veel. En ja, de rest had gewoon helemaal praktisch. Zat er nog een Ashoka tussen? Wie weet. Ik heb nog deze chick. Cool. Deze chick die Obi-Wan die, achterna zat. Ja, die, hoe heet ze nou? Die bitch. Ja. Dan hebben we nog deze, Bo-Katan. Bo-Katan, cool. Cool, cool. Retro. Dan hebben we ook nog deze, hoe heet die? Ik weet niet hoe je het zegt. Creel? Creel? Ja. Die old school. Dat is die, hoe heet die nou? Die is vet. Die ging dood. Ja, dat was toch die dude die ook Devil Boy was? Ik weet het niet meer, man. Wat? Oh, die acteur bedoel je? Ja. Devil Boy. Hellboy. Weet ik niet, maar hij lijkt er wel een beetje op. Ja. Oh. Hij lijkt echt op hem. Hij lijkt wel, maar hij is vijf koppen kleiner. Ja. Hey, CGI, man. CGI. En Ashoka. Daar is echt ongelooflijk. Ik zweer het je, joh. Vandaag heb ik mijn kleine helemaal ergens in het hoge noorden weggebracht. En er was ook een kruidvat. Ik naar binnen loop. Het enige wat daar was een of andere weird-ass Venom. Die echt laag budget was. Zag er echt niet uit. En gewoon geen Star Wars, hè? En deze man komt met de hele collectie, komt hij gewoon. 99% niks van de kruidvats. Eentje. Eén kruidvat, die heeft ook geen Wally, hè? En kijk met welke fix die allemaal komt. Echt allemaal. Maar weet je hoe duur die fix zijn? Die zijn echt 4 euro, toch? Ja, maar als je ze niet bij kruidvat haalt, zijn ze, echt zijn ze 20 tot 20 euro, klopt. 30. Ja. Fuck is ik, jongen. Dus goede deal. Goede deal, man. Nice. Ja, zeker. En ik heb ook nog wat manga opgepikt. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden, maar... Het is Fruits Basket. Nooit van right. Gehoord. Yeah. Right. Ja. Die naam... Volume 1 en 2. Maar... Fruit Basket. Nooit van gehoord. Nah, dat is populair, dit. Ja. Sowieso. Alles is populair tegenwoordig. Dan heb ik van mijn pa... had nog even gehunt en heeft die Marvel Nemesis opgepikt voor de PSP. Dus ja, oké, cool. Okay. 50 Cent Bulletproof. Shit. I'll stop those terrorists. Or die trying. Precies. Ik heb nog Battles of Prince of Persia opgepikt. Nice. Het is eigenlijk een beetje Advance Wars is dat, hè? Mm. Maar dan met Prince of Persia en Horses. Dan heb ik voor de PSP nog Metal Gear Acid. Die zie ik eigenlijk ook niet zo vaak, dus leuk eigenlijk te hebben. Ik heb deze ook nog van mijn pa gehad en dat is Pure. Nou, dat zijn niet de hele toptitels, maar ja, hij pikt dat gewoon voor me op. Dus ja, let's go. Net als deze Wii game, Monster 4x4. Hey, Monster Trucks zijn awesome. Leuk. Ja, daarom. Deze heb ik physical gefixt. Hey, Brax. Want hij was ook 7 euro. Ja, klopt. Bij de Intertoys. chill. Maar goed, ja, hij is ook al geremasterd volgens mij, dus that's why. Ze hebben ook de ROM-master voor 7 dat... euro liggen. Ook voor 7? Sick. Yeah. Dan heb ik nog Destroy All Humans voor Xbox. Dat is ook dirt cheap. Maar deze kan je nog op Xbox One doen. Ik heb geen Series. Want ze hebben ook die tweede gedaan. Die is alleen Series X. Dan heb ik nog Tekken 6. Voor de Xbox 360. Met echt de allerdikste manual ever. Ja, dat is dik. What the fuck? Jesus. Ja, maar hij is echt gewoon zwaar, jongen. Echt. Klopt. Ja, heel veel talen. Ah, oké. Okay. Echt, what the fuck.
En laatste game is Resident Evil Operation Raccoon City, de promo disc. Ja. Yeah. Ik ben eigenlijk niet zo'n fan van de promos van de 360, omdat je ziet ook waarom. Ja, precies. Maar goed, deze game had ik nog niet. Resident Evil Operation Raccoon City. Dus let's go. Dus ja, dat was weer een dikke loot pile. Lekker man. Goed bezig, jongen. Ja, man. Goeie shit. Ja, man. Echt goede shit. Yeah. Oké. Okay. Dus ik kan het eindelijk opruimen. Goed zo. Hé, daar heb ik gelijk een vraagje aan je, Walter. Ja. We waren net bezig met de lijst van de grote game releases van het eerste half jaar. Maar er zat één game tussen, die hebben wij allemaal niet gespeeld, maar vroegen ons af of jij hem wel Heb jij hem even gespeeld? Nee. En dat is? Nee. Ja, dat is Advance Wars 1 en 2. Oh, dat valt mee. Gelukkig. Wat dacht je dan? Nee, heb ik ook niet gespeeld. Ja, ik dacht Sackboy Ultimate. Nee, man. Hé, wat? Die heb ik gespeeld. Ja, dat dacht ik al. Natuurlijk heb ik die gespeeld. Nee, maar daar ging mij om. Heb je die gespeeld? Nee, ik vond de prijs ook nog niet naar om die op te pikken. Precies. Ja, hij is niet heel duur, maar... Ik heb het vroeger heb ik wel die Advance Wars gespeeld op de GBA-tijd. Vond ik wel leuk op zich. Dus, maar ja, nu, ik had niet per se de need om dat dan nu al full bucks te gaan halen. Oké. Okay. Dus als het een keer cheap is, dan pik ik hem wel op, denk ik. Dus dat? Oké, nou ja. Is dat? Jammer. Fuck it. Dan wacht ik ook gewoon. Ja, toch. Check een review. Ja, man. Oké, okay, goed. Nou, dan denk ik dat dat hem wel weer was voor vandaag. Rip it up. Ja, toch? Ja. Ja. Rip it up. Rip it up. Rip and tear until it is done. Oh nee, andere game. Ja. Alright, goed. Kijk wat deze week ons brengt qua nieuws. Rumors. Altijd leuke dingen. Want rumors zijn er volop. Ja, maar niet. Niet dingen. Als Switch loot. Sowieso volgende keer gewoon iedereen er weer bij. Maybe, zeg ik nu wel. Oh nee, volgende week ben ik helemaal niet. Motherfucker. Ja, vond ik zich Kijk naar lullen dan. Dan waarom zeg je dit soort dingen dan? Nee, klaar, nu moet je erbij zijn. Nee, laat maar. Klaar, nu moet je erbij zijn. Nee, je moet erbij zijn. Shut up. Alright, shit. Het was weer genoegen. Nee, ik wil het niet. Later. Zoveel shit. Zoveel shit. Later. 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 Shit.